Ik vind het heel belangrijk dat Kono de weidegang stimuleert, want als dieren rechten zouden moeten hebben, dan zou het eigenlijk onder de secundaire arbeidsvoorwaarden van een koe moeten vallen, dat ze eigenlijk toch naar buiten moeten gaan. Want dat is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor de koeien. En de consument wil graag het plaatje rond de koe in de wei zien. Kijk. Nou, volgens mij zijn heel veel mensen het hier met je eens. Maar wat heb je er zelf bij? Want je probeert ook heel lang die koeien buiten te houden. Kun je daar iets over zeggen? Ik probeer de koeien zo lang mogelijk buiten te houden. Voor de overgang gaan ze eerst een 1 of 2 weken nog 's nachts naar binnen. En daarna gaan ze 100% dag en nacht buiten. Gaat het grote gebeuren. Ik ben hartstikke zenuwachtig. Nog zenuwachtiger dan dat ik ging trouwen. Als kleine jongen vond ik het al mooi. En ik ben heel blij dat er zoveel mensen zijn. Toen ik een jaar of 10, dat heul ik me nog, dat mijn vader de staldeuren opendeed, dan had hij een emmer met weiwater en dan werden alle koeien met wei stuk voor stuk gezegend. Dan gebeurde de hele zomer niks en dan was de koe blij en de boer ook blij. Dan ging een jaar of 10 overheen, toen werd zijn koppel al aardig groter en toen deed hij koppelbehandeling. Dan ging de deur open en dan deed hij 1 keer zo en dan was het koppel. Tegenwoordig doen we dat niet meer. Ik zoek eigenlijk naar een nieuw ritueel. Misschien zijn er suggesties, die kun je op de website plaatsen. Maar ik vind het, de koeien naar buiten, dat brengt toch iets. Je weet niet hoe het allemaal gereageert, hoe de koeien doen. Dus dat is allemaal afwachten. Die moeder bieden, wil je nog mij verdienen? Jij mij niet moeder.